Jos Palm, waar zijn we? Ja, we zijn in Amsterdam-Noord, vlakbij de woning van Christine Otte, schrijfster, journalist, publicist. Dag Christine Otte, hoi, Jos Palm. Kon je het vinden? We konden het makkelijk vinden, hier gebeurt het dus. Hier gebeurt het, ja. Hier voel ik me helemaal optimaal, 100% mezelf. Eigenlijk zijn hier alle boeken geboren. Nee, want ik woon hier pas 4 jaar. Wat jammer nou dat je dat zegt. Hier worden al mijn boeken geboren. Al je nieuwe boeken. Al mijn nieuwe boeken. Die boekenkast bijvoorbeeld, dat is gewoon... Er staan helemaal niet zoveel boeken, want de meeste boeken staan beneden. Maar dat is wel mijn... hoe zeg je dat? Ja, mijn soort verhaal, weet je wel. Ik vind dat gewoon heel leuk. Er staan allemaal dingen in die ik belangrijk vind. Er staan hier nou de boeken die je eigenlijk dicht bij je wilt hebben als je zelf... Ja, het hele oeuvre van Paul Auster staat hier. En van Toni Morrison. Dat zijn zeg maar twee... Echt wel idolen van mij. Negroes with Guns, dat is een heel, heel revolutionair boekje. Mario Vargas Llosa, die heb ik ook ontmoet. Hele oude boeken van mijn vader nog toen hij kind was. Alleen op de wereld, Robinson Crusoe. De Negerhut van Oom Tom. Nou, dat soort dingen is gewoon heel veel, betekent heel veel voor me. Als jij het woordje genoeg hoort, wat denk je dan? Genoeg? Nou, meer woede. Dat ik zou uitoefenen. Genoeg! Juist. Weg, ophouden, genoeg gezeur. Ja. Dat is het. Dat wekt een soort genoeg. Het is een beetje een raar woord. Het is voor jou ook iets van grenzen aangeven. Jetzt reicht, nu is het klaar. Kan het ook een andere betekenis hebben dat je denkt van... Ja, genoeg kan ook iets, laat ik het nare woord maar zeggen, iets positiefs hebben? Ja, tuurlijk. In de zin van, je hoeft niet heel superrijk te worden of je hoeft niet... Geen auto te hebben of je hoeft niet 100.000 boeken te verkopen om gelukkig te zijn. Hoeveel wel? Genoeg. Ja. Nou, laten we toch wat... Ja, die is goed. Maar bij om en nabij, wat, wanneer is het al genoeg? 10.000? 10.000, prima. Ja, en... liever 100.000, maar het is niet nodig. Daar gaat het om. Dat vind ik wel. Dat is een goede betekenis. Dat zou heel zielig zijn, vind ik. Als je dan alleen maar tevreden kan zijn als je heel veel hebt. En het is ook een illusie. En naast de boekenkast, dat is ook wel leuk. Joep, loop even mee. Een pentekening van de werkkamer van Christine Otte. Jan Rothuizen, hè, die is een tamelijk bekende kunstenaar. Heeft deze tekening gemaakt in opdracht van het Letterenfonds. Was het voor een blad van het Letterenfonds. En hij heeft het voor me ingelijst. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want het is net een raam. Als je kijkt daarna, dan zie ik mijn eigen kamer. Maar het is net alsof ik er weer dan naar buiten kijk op de een of andere manier. Het is heel leuk. Hij is heel liefdevol gemaakt. Een hele bijzondere kunstenaar vind ik dat. Daar ben ik echt blij mee. Als je het over genoeg hebt, dat soort dingen zijn waardevol voor mij. Van al die, van die persoonlijke kunstobjecten boekjes, gesigneerde boeken die ik heb verzameld, fotootjes. Als je je eigen levensstijl zou moeten omschrijven, ga ik je een beetje helpen. En dan mag jij ja of nee zeggen of aanvullen, wat je wilt, Bourgondisch. Nee, denk ik niet. Laat ik eerlijk zijn. Misschien zou ik het wel willen, maar dat ben het niet. Vroeger zag ik het namelijk als het... Dacht ik, want ik ben vrij gecontroleerd als ik in mijn... Ik ben niet in mijn gevoelsleven, hoor. Ja. Maar wel als ik uitga... Ik ga vaak op het hoogtepunt van feestjes ga ik weg. En als, weet je wel? Nou, is het genoeg? Jawel. Ja, dat soort dingen. En ik ga niet naar veel feestjes. Ik ga niet naar heel veel... Ja, ik ben heel gedoseerd. En vroeger zag ik dat, ik ben zo geremd of zo. Maar ik zie het eigenlijk als een ontzettend voordeel. Want daardoor... Het is vrijheid, hè? Ja, dat is het. Maar dat moest ik wel leren. Ja. En doen we er nog eentje. Calvinistisch. Nou, ik denk het wel. En dat is het grappige, omdat ik natuurlijk uit een soort totaal atheïstische achtergrond kom. Ik denk eigenlijk dat ik heel calvinistisch ben. Ja, heel erg. Echte ontzettend arbeidsethos en hard werken en... schuldig voelen als ik niet werk. Dat is natuurlijk ook omdat je zelfstandig bent. Maar ik denk wel dat ik echt wel een beetje zo ben. Het prettige van genoeg, de mooie kant ervan is dat het je helpt om een soort onzichtbare orde in je leven te creëren, waardoor je optimaal van alles genieten kunt en eruit kunt halen. Vertaalt zich dat bij jou ook in concrete dingen? Bijvoorbeeld als je denkt aan, nou ja, wat je in huis hebt, omgaan met eten, drinken,
Ja. Ik ben absoluut niet overdadig of zo. Maar ik ben niet krenterig of zo, dat niet. Want ik wil lekker, lekkere wijn en gewoon lekker eten wel. En... Maar ik ben niet zo van dat ik overal heel veel van moet hebben. Of elke keer nieuwe meubels of ook niet. Ik hecht aan spullen. Ja, want we zien daar in de hoek... Een nieuwe bank waar de poot van af is gebroken. En nu heb ik hem laten maken, maar toen heb ik hem zelf de verkeerd ingedraaid. Dus toen dacht ik, nou, laat maar eens. Een stapeltje boeken dient als steun. Over Che Guevara, geloof ik. Ik weet niet. Zomaar wat boeken gepakt. Ja. Als je het woord genoeg, daar heb ik genoeg van als woede gebruikt. Uit het zich ook naar bijvoorbeeld dingen in de samenleving op dit moment, zoals het gaat, zoals het nu gaat. Ja, heel erg. Ja, nou, ja, doe eens een paar. Ja, nou, het neoliberalisme. Genoeg! Want? Och, dat vind ik echt, ja, dat vind ik echt vreselijk. De sfeer, de politieke sfeer. Dus ik ben heel blij dat nu, weet je wel, dat de Partij van de Arbeid weer een beetje bij zinnen komt. Wordt het wat met die jongeman die nu de... Ik hoop van wel, ik geef ze het voordeel van de twijfel. Ja. Dus maar, daar ben ik heel blij om, want ik vind dat gewoon, vind ik zo erg, dat gewoon, de mensen gewoon teruggeworpen, iedereen maar gewoon teruggeworpen op de eigen verantwoordelijkheid. En het klinkt allemaal mooi, maar het is gewoon iets anders dan zoek het me lekker uit. Als je weet wat er allemaal gebeurt in de samenleving, hoeveel armoede er is en moeilijkheden. En dan maar bezuinigen en snijden en dan over zoveel jaar zitten we met... veel grotere problemen die nog veel meer kost. Ja, ik kan me daar echt heel, heel boos om maken. Die wordt gebruikt in Bijlmer Boekt. Bijlmer Boekt is een literaire show die we begonnen zijn in de Bijlmer. En James is de vaste hulp bij de presentatie. Weg, ophouden, genoeg gezeur.